Ik kreeg laatst de vraag hoe je makkelijk en snel op meerdere foto's in Photoshop een watermerk kunt zetten. En dat zou je heel makkelijk kunnen automatiseren met een action. Stel dat ik op deze zes foto's een watermerk wil hebben, dan hoef ik dat eigenlijk maar bij één foto te doen en dan te vertellen dat dat ook bij de andere foto's moet gaan gebeuren. Wat er moet gaan gebeuren is je opent eerst één foto in Photoshop. En van deze foto ga ik even uit. Wat ik nu ga doen, ik ga een handeling maken en dat doe ik via het venster Handelingen, dus hierboven bij venster en dan klik je daar op Handelingen of de sneltoets Alt F9 en ik ga een nieuwe handeling maken. Ik ruim heel even een klein beetje op. Ik zet hem hier zo even netjes naast. Ik ga dus een nieuwe handeling maken en deze noem ik een watermerk. Die nieuwe handeling die maak je hier onderaan bij het vierkantje met het plusje. En je krijgt dan het volgende venstertje voor je neus. Nou, ik noem hem een watermerk. Hij heeft geen functietoets nodig. Je kunt gewoon meteen op opnemen klikken. En in je venster handelingen zie je hieronder een rond rood bolletje. En dat betekent dat we aan het opnemen zijn. Alles wat ik nu ga doen, wordt in Photoshop opgeslagen onder deze handeling. En als ik dan dadelijk deze handeling afspeel, dan wordt alles weer toegepast. Om het watermerk te maken gebruik ik gewoon een tekstlaag. Ik open mijn tekstdoel en ik klik gewoon ergens in de foto. Ik maak het watermerk ietsjes kleiner. Ik ga ervan uit dat je dit kunt. En ik typ daar de naam van mijn website in. En ik druk op het vinkje hierboven om dit toe te passen. Ik vind dit echter wat te dikker op liggen, dus ik maak de dekking een klein beetje lager. Zeg 65%. En je ziet in mijn handelingenvenster dat ik dus al twee stappen heb gedaan. Ik heb een tekstlaag gemaakt. Als ik dat even uitvouw, dan zie je dat dat ook is ingevuld. En ik heb dus de huidige laag ingesteld naar 65%. Nu ga ik deze mooi netjes linksonder uitlijnen. Allereerst selecteer ik de complete inhoud van de laag. En dat doe ik met de sneltoets Ctrl A. Om mijn foto komen keurig. Deze bewegende streepjes. En ik ga vervolgens naar het verplaatsgereedschap. Wanneer je je complete canvas hebt geselecteerd, kun je Photoshop vertellen waar je het moet gaan uitlijnen. En dat doet hij hierboven. Je hebt twee opties: allereerst de horizontale verplaatsingen en ook de verticale verplaatsingen. Ik wil hem links hebben en ik wil hem onder hebben. Je kunt er ook voor kiezen om hem in het midden te zetten of op een andere plaats, daar moet je een beetje mee spelen. En nu staat hij dus keurig linksonder in de hoek. Is dit goed? Nee, net niet. Het staat te strak in de hoek, dus ik ga het nog een klein beetje verplaatsen. Om te beginnen moet ik allereerst mijn selectie weer opheffen en dat doe ik met de sneltoets Ctrl D. Ik zit nog steeds in het verplaatsgereedschap, dus om mijn tekst Komt dit kader te staan en ik ga nu de complete tekst verplaatsen. En dat doe ik met de toetsen. En druk je één keer op een pijltjestoets, dan wordt je item één pixel verplaatst. Maar hou je de shift ingedrukt, dan gaat dat met grotere stapjes. En ik verplaats hem 15 pixels naar boven, dat is drie keer met het pijltje naar boven en drie keer met het pijltje naar rechts. En dit vind ik een betere positie. Vervolgens kan ik de foto op gaan slaan en om dat te doen ga ik hem eerst gewoon helemaal plat maken, want ik wil hem opslaan als een JPEG. Dus dat doe ik met Ctrl-Shift-E en je ziet mijn lagen hieronder, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. En nu kan ik hem dus opslaan als een JPEG. Daarvoor gebruik ik de sneltoets Ctrl-Shift-S en en niet Ctrl-S om hem gewoon op te slaan, want ik wil hem opslaan op een nieuwe plaats. Want ik heb hier mijn originele foto's zonder watermerk staan. En die wil je natuurlijk niet overschrijven. Je wil altijd nog gewoon kunnen beschikken over je foto zonder watermerk. Dus ik klik hier even met rechts om een nieuwe map te maken. En ik maak de map watermerk. Ik dubbelklik op de map. En dan gaat die dadelijk de foto hierin plaatsen. En ik kies vervolgens voor opslaan. De kwaliteit blijft 12. En ik druk op OK. Nu heb ik dus een handeling gehad waar het watermerk werd aangemaakt. Het werd qua dekking een beetje teruggesteld en het werd gewoon uitgelijnd netjes in de linkeronderhoek en vervolgens opgeslagen in een map. Ben ik nu klaar? Bijna. Ik moet nog één ding doen. Ik sluit het document. En dat doe ik met eenvoudig de sneltoets ctrl Ctrl+W. Nu ben ik dus wel volledig klaar en kan ik de handeling stoppen. Om de handeling te stoppen klik je hier op het vierkantje. Nou, dit venster kan ook gewoon weg, want ik ben volledig klaar. Ik kan nu terug naar Bridge. Bridge is een beheerprogramma van Photoshop. Heb je dat nog nooit gebruikt? Klik hier bij Bestand even en dan bladeren in Bridge. Ik heb het al geopend in de juiste map en ik heb hier dus mijn foto staan. In de map Watermerk staat mijn foto die ik net gedaan heb, want al die handelingen die ik heb uitgevoerd, heeft hij dus gewoon uitgevoerd. En nu kan ik het over de andere foto's gaan doen. Dus ik selecteer daarvan de eerste foto. En ik hou de shift ingedrukt en selecteer de laatste foto. Dan pakt die alles tussen jouw eerste en jouw laatste selectie in. Wil je nu verschillende foto's selecteren? Dan klik je er gewoon op de eerste. En als je de control ingedrukt houdt, kun je dus ook de andere foto's erbij selecteren. Nu zijn dit er vijf die ik nog moet, dus dat is wel te overzien. Maar heb je er 200? Ja, dan zou ik gewoon de shift gebruiken als je ze allemaal wilt doen. Of heb je gewoon de inhoud van een map? Je kunt ook op control A klikken, selecteer je ze allemaal. En hou je de Ctrl ingedrukt. Dan kun je ook weer items deselecteren. Maar goed, deze vijf foto's moeten dus ook dat watermerk krijgen. Moet ik deze nu allemaal openen in Photoshop en iedere keer die handeling af gaan spelen? Nee, dat hoeft niet. Dat kan Bridge namelijk ook voor jou regelen. Dat doe je hierboven bij extra. Dan heb je daar Photoshop staan en dan Badge. Photoshop wordt vervolgens geopend als dat nog niet gebeurd is. En je krijgt het volgende venster voor je neus. En hier kun je dus de handeling uitkiezen die je wil uitvoeren. Daar staat standaard de laatst gemaakte handeling. Maar heb je dus meerdere handelingen, dan moet je hier watermerk selecteren. Dit gaat hij dus doen op de foto's die jij geselecteerd hebt. En je klikt gewoon op OK. En je ziet iedere foto wordt geopend en er wordt een klein beetje iets over gedaan. En voor je het weet is Photoshop weer klaar. Kun je terug naar Bridge. En als je nu op de map Watermerk klikt. Dan heb je daar dus al je foto's staan met daarin keurig het watermerk. Tot slot, om nog even te laten zien wat er dus gebeurt met het laatste stukje van de handeling. Daar heb ik het document gesloten. Doe je dat nou niet, dan blijven al deze vijf foto's in Photoshop openstaan. Voor vijf foto's is dat nog geen ramp, maar als je er 200 gaat voorzien van een watermerk, blijven ze allemaal openstaan. En als het grote foto's zijn, vreet dat dus geheugen. Dus vergeet niet om als laatste stap in je handeling je foto weer af te sluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!